50+ alvast. Ja, ik zie dit als een nieuwe kans voor onze gemeenteraad om alsnog voor een referendum voor Wijkenvoort te stemmen. Ik denk dat inwonersparticipatie voor ons allen, voor alle partijen in onze gemeenteraad van groot belang is. We praten daar vaak over. We weten allemaal dat vele burgers hebben een verzoek ingediend om een referendum over Wijkenvoort te houden. En ik denk ook dat we kunnen stellen dat er geen enkel onderwerp is deze raadsperiode dat zo leeft in onze gemeente. Dus ik ben van mening dat we als volksvertegenwoordigers dat we dat dus ook mogen toestaan. Wat mij betreft moeten toestaan, maar ik zeg bewust mogen toestaan. Want we zijn immers een volksvertegenwoordiging, een gemeenteraad. We zijn geen juristenraad. Zo'n gevoel heb ik toch wel gekregen. En natuurlijk, de bezwarencommissie heeft haar werk gedaan. En die hebben er op een juridische manier naar gekeken. Dat is ook hun opdracht. Dus ik neem die commissie ook niets kwalijk. Maar de commissie geeft aan, en ik zal even één zin voorlezen. We zijn van oordeel dat de raad kon oordelen dat het raadsbesluit van 21 september 2020 zijn grondslag vindt in het raadsbesluit Masterplan Wijkenvoort. Dus de raad kon oordelen, zegt de commissie. De commissie zegt niet dat de raad zo moest oordelen. Dus als gemeenteraad hebben wij ook het recht om afwijkend te besluiten van wat nu voor ligt. Dus we hebben als gemeenteraad de ruimte om niet naar de letter van de referendumverordening te kijken, maar naar de bedoeling van de referendumverordening. En het lijkt mij toch dat de bedoeling van een referendumverordening is om een referendum mogelijk te maken voor onze inwoners. Al met al is dit natuurlijk een ongemakkelijk dossier geworden in de loop van de tijd. De coalitie en de oppositie staan inmiddels lijnrecht tegenover elkaar. Dus mijn oproep, eigenlijk een ultieme poging, is laten we de strijdbijl begraven. Laten we elkaar hierin vinden en laten we alvast onze inwoners de kans geven om zich uit te spreken over Wijkenvoort. Ongeacht of je voor of tegen de aanleg van een nieuw bedrijventerrein bent. Want dat doet er in principe nu niet toe. Maar laat de bewoners zich uitspreken. Dat is eigenlijk wat weer voor ligt aan onze gemeenteraad. Dus we stellen dus voor, concluderend, om de bezwaren die de mensen, de bezwaarmakers, hebben ingediend, om die gegrond te verklaren. Om het raadsbesluit dat we hebben genomen in oktober 2020, 26 oktober, om dat raadsbesluit nietig te verklaren en om het referendum alsnog toe te staan. Laat het dualisme zegevieren, zou ik willen zeggen. En richting mevrouw Oerlemans van Ons Tilburg heeft de commissie aan de verwachtingen voldaan. Als je het puur technisch bekijkt, denk ik ja, maar ik ben geen technicus, ik ben een politica. Ik bekijk het op die manier, ik ben ook een volksvertegenwoordiger. Dus dan zeg ik van, als ik er als volksvertegenwoordiger naar kijk, van, dan hebben wij op te komen voor onze inwoners. En zou ik nu willen zeggen, van, we leggen het advies naast ons neer en we gaan toch dat referendum toestaan. En richting de lijst Smolders is het een protest. Ja, eigenlijk is mijn bedoeling dat het een ultieme poging is om de beide partijen, coalitie, oppositie, bij elkaar te krijgen. Dus dat is het, is eigenlijk de poging. En de burgemeester geeft aan van, ja, de commissie heeft haar werk gedaan, geen aanleiding om af te wijken, geen nieuwe argumenten. De discussie is al geweest. En dat er geen handelingsvrijheid zou zijn voor de gemeenteraad, omdat we te maken hebben met een verordening. Ja, en dan komen we terug op de discussie die we in september 2020 hebben gevoerd.
Volgens mij is die handelingsvrijheid, of dat weet ik wel zeker, die is er wel. He, als gemeenteraad, wij zijn de baas, wij zijn het hoogste orgaan. Dus wij bepalen of er een referendum komt over een bepaald onderwerp. En wat mij, de PvdA betreft, komt dat er dus wel. Samen met lokaal Tilburg en 50PLUS. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Voorzitter, dank. We hebben het initiatief van in eerste instantie motie, nu amendement van de Partij van de Arbeid, mevrouw Mieris, ondersteund. Omdat dit niet gaat over wel of geen wijkenvoort. Dit gaat puur over wel of geen referendum. Dat is waar we het hier vanmiddag over hebben. Dat is ook de reden dat wij Partij van de Arbeid hierin steunen. Want wij denken als lokaal Tilburg echt dat het de taak van de gemeente is. En dan bedoel ik ook de raad mee. Om dienstbaar te zijn aan de stad, dienstbaar te zijn aan onze inwoners. En een referendum is een instrument waarbij je inwonersparticipatie ultima forma kunt toepassen. Zelden, ook in de gemeente Tilburg, is het instrument referendum voor de dag gehaald. Slechts één keer in de laatste 10 jaar is het ook daadwerkelijk ingezet. Maar het is wel een instrument waarbij je de stad de kans geeft hun geluid te laten horen. En er zijn altijd ongetwijfeld regeltjes en in een verordening te vinden waarom iets niet kan. Maar het denken en waarom het niet kan, dat is een foute manier van denken. We moeten denken als raad waarom iets wel kan. We moeten dienstbaar zijn aan de stad. We moeten een referendum in principe faciliteren. Vanzelfsprekend binnen de regels van de wet. Maar gaan zoeken naar regels waarom het niet kan, is echt een foute manier van denken in de visie van lokaal Tilburg. Wij zijn er voor de stad, wij zijn er voor onze inwoners. En moeten daarop inderdaad acteren en niet gaan kijken waarom het niet kan. Dank u wel, heer Mutrieke. Ja, dank u wel, voorzitter. De bezwaarschriftencommissie heeft een gedegen advies gegeven. En vandaag moeten we een oordeel vellen over het advies van de bezwaarschriftencommissie. Dat is de commissie doet een juridische toets, zeg maar. En die politiek bestuurlijke, daar gaan wij ook over. Maar daar hebben wij het op 26 oktober 2020 al over gehad. Daar hebben we ook in de volle breedte over gediscussieerd. Allerlei argumenten voor en tegen met elkaar gewisseld. Deze argumenten gaan nog altijd op. En die worden ook door de bezwaarschriftencommissie bevestigd in haar advies. Ja, en dat amendement van de PvdA voelt eigenlijk kortom een beetje als een kind wat zijn zin niet krijgt. Maar blijft doordrammen. Ook op allerlei andere momenten die er niet over gaan om toch zijn zin te krijgen. Dat is een interruptie, meneer Betrieke, van de heer Van Erben. Ja, voorzitter, ik ben geraakt tot opmerking van de heer Van der Krieken dat het amendement zou zijn alsof een kind wat zijn zin niet krijgt. Ik verzoek toch echt die opmerking terug te nemen, want we hebben het wel over de inwoners van onze stad waar u over praat. Inwoners van onze stad die het referendumverzoek ondersteund hebben, die daar hun inzet voor gepleegd hebben, die handtekeningen hebben opgehaald. Die kunt u niet weg gaan zetten als een kind wat zijn zin niet krijgt. Dat vind ik echt op dit onderwerp ongepast.